Hallo, ik ben Helene Erftemeijer, sectorcoördinator anti-witwassen bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Met veel plezier introduceer ik de NVB-standaarden. Banken zijn wettelijk verplicht om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Als poortwachter voeren banken daarom zorgvuldig onderzoek uit naar mogelijke risico's, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Dat doen banken door klantonderzoek, voortdurende controle en het melden van ongebruikelijke transacties. Dat doen zij op de grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, de WWFT. De Nederlandse Bank houdt toezicht op de naleving van die wet door banken. Het WWFT-klantonderzoek heeft impact op zowel klanten als banken. Klanten kunnen hinder ondervinden doordat banken veel informatie opvragen en indringende vragen stellen. Soms kan het openen van een rekening lang duren, maar ook tijdens de klantrelatie kan het zijn dat de bank contact opneemt met de klant. Voor vragen of documentatie. Banken vragen die informatie om hun klantonderzoek te kunnen afronden. Want wanneer dat niet kan worden afgerond, of wanneer risico's onvoldoende kunnen worden beperkt, dan mag de bank geen relatie met die klant aangaan of onderhouden. De bank moet dan de klant weigeren, de dienstverlening beperken of de relatie zelfs beëindigen. Dat zorgvuldige klantonderzoek vraagt veel inspanning van banken. En op dit moment werken er bij banken circa 13.000 medewerkers aan deze activiteiten. Dat is 1 op de 5. Om misbruik van het financiële systeem te voorkomen, zoeken we naar een speld in een hooiberg. Want verreweg de meeste van onze klanten zijn goedwillende burgers. Toch krijgen ook zij veel verzoeken om informatie en documentatie zodat banken risico's kunnen uitsluiten. Maar het gaat maar om die paar kwaadwillende criminelen die zich proberen te verschuilen en hun criminele geld in het legale systeem willen brengen. Daarvoor hebben we een gerichte aanpak nodig, waarbij we in die situaties meer doen, maar ook minder waar dat kan. Met als resultaat een soepel, voorspelbaar en proportioneel proces voor de good guys en een vijandige omgeving voor criminelen. De WWFT kent open normen met ruimte voor een risicogebaseerde benadering. Door daar gebruik van te maken in de uitvoering doen we niet alleen meer waar nodig, maar ook minder waar dat kan. Dat werkt als banken niet alleen hun uitvoering risicogebaseerd doen, maar voorwaarde is ook dat DNB hun toezicht risicogebaseerd uitvoert. Door duidelijkheid over een adequate invulling van de risicogebaseerde aanpak kan de negatieve impact voor klanten en banken worden gereduceerd. Daar hebben we een gedeeld begrip en een consistente interpretatie als handvatten voor nodig. De NVB heeft in samenwerking met de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën gekeken naar een aantal WWFT-knelpunten. Knelpunten waar ruimte en kansen liggen voor die risicogebaseerde aanpak. We zijn samen aan de slag gegaan en hebben heldere uitgangspunten geformuleerd voor het toepassen van die open norm in de WWFT. Deze uitgangspunten leggen we vast in de NVB Industry Baselines, of in het Nederlands de NVB-standaarden. Er zijn op dit moment ongeveer 17 standaarden in voorbereiding en die worden in fases gepubliceerd. Ze bestaan uit een aantal risicogebaseerde standaarden en standaarden voor specifieke sectoren. Het doel van die standaarden is om proportionaliteit in het klantonderzoek te brengen, zodat het risico relevant is. Banken willen een effectieve poortwachter zijn, waarbij het klantonderzoek zo min mogelijk impact heeft op bona fide klanten, maar het criminele moeilijk maakt om het financiële systeem te misbruiken. De eerste 5 NVB-standaarden publiceren we in mei. De onderwerpen zijn identificatie en verificatie van de UBO's, de uiteindelijk belanghebbenden, pseudo-UBO's, verscherpte maatregelen voor hoogrisicolanden die zijn vastgesteld door de Europese Commissie, het verwacht transactieprofiel en de actualisatie van klantdata. Een mooi voorbeeld van wat we hebben bereikt is bijvoorbeeld daar waar de WWFT aangeeft dat bij iedere transactie of relatie met een hoogrisicoland, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen,
een hele set aan verscherpte maatregelen moet worden uitgevoerd, zoals informatie over de bron van de middelen, goedkeuring van het senior management om de relatie voort te mogen zetten en nog vier andere maatregelen. En in plaats van dat alles iedere keer voor iedereen te doen, is het uitgangspunt van standaard om die maatregelen toe te passen op een manier die relevant en proportioneel is voor het risico. Dat is de risicogebaseerde aanpak die we met de NVB-standaarden bereiken. En zo zijn er voor verschillende knelpunten meer handvatten om het klantonderzoek risicogebaseerd uit te gaan voeren. Meer waar nodig, minder waar het kan. Banken kunnen de uitgangspunten uit de NVB-standaarden implementeren in hun beleid en processen. Klanten zullen dan veelal minder hinder gaan ervaren. Daarnaast kunnen ook andere partijen kennis nemen van de duidelijkheid die we met DNB en het ministerie van Financiën hebben bereikt. We verwachten op basis van de NVB-standaarden dat bij situaties met een laag en neutraal risico minder inspanning van klant en bank wordt gevraagd. Gerichter klantonderzoek met minder klantimpact. Zo kunnen banken een effectievere poortwachter zijn. Er zijn meer NVB-standaarden in voorbereiding. Bijvoorbeeld één voor PEPs, Politically Exposed Persons, en voor methoden in alert handling. Ook de sectorstandaarden komen eraan. Die standaarden gaan over het klantonderzoek en specifieke risico's in bepaalde sectoren. Denk bijvoorbeeld aan non-profit organisaties. Ze beschrijven zowel de risicoverhogende als de risicoverlagende factoren, wat dan een proportioneel klantonderzoek ondersteunt. Kortom, met NVB-standaarden naar een gericht en effectief klantonderzoek. Meer waar nodig, minder waar het kan.